Waarom ben jij gekruld en jij niet? Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik zal maar gewoon gelijk beginnen met wat er anders is aan mij. Ik heb kleurlenzen in, dus in plaats van mijn normale bruine ogen zijn mijn ogen nou een beetje groenblauw. Meer groen volgens mij. Deze lenzen zijn van Alice Lenses, als ik het goed uitspreek. En dit zijn de kleur Graphite. Als ik dat ook goed uitspreek. En deze zijn 41 euro. Ik zal ook al de link in de beschrijving zetten. Mocht je ook kleurlenzen willen. Maar daar hebben we het vandaag niet over. We hebben het vandaag over de beste en de slechtste make-up van 2018. Het jaar is al bijna om. Het is nu eind december. En ik dacht, nou is het perfecte moment om het gewoon even te gaan hebben over het afgelopen jaar. Wat ik allemaal heb getest. Want ik heb heel veel make-up getest. Ik vond heel veel goed, heel veel slecht. Heel veel heb ik ook al in mijn video's besproken. Maar sommige producten ook gewoon niet. Die heb ik getest. Vond ik slecht, vond ik goed. Maar heb ik verder niet meer laten zien. En dan vooral de slechte producten, want als ik het goed vind, gebruik ik het obvious vaker. Dus ja, ik was er ook aan het denken om 2 video's van te maken. En dan eentje voor alle goede make-up en eentje voor alle slechte make-up. Maar ik dacht bij mij, waarom? We kunnen het ook gewoon allemaal in 1 video proppen. En ja, dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Oké, mocht je ook benieuwd zijn naar deze make-up look. Je gaat het echt niet geloven, maar deze make-up is gewoon gemaakt met make-up van de Action. Tenminste de ogen en de lippen. Gezicht niet, maar ogen en lippen is gewoon met Action make-up gedaan. Echt, ik ben in shock. Deze look komt ook op mijn Instagram. Een foto en een video. Dus ook een tutorial erbij met hoe ik het heb gemaakt. Als deze video online komt, staat die video al op mijn Instagram. Dus ga daar even heen als je deze look wilt zien. En nog meer looks van mij. Mijn Instagram is gewoon Sarah Marieke. Oh, ook even snel een disclaimer. Alle make-up die ik nou laat zien is niet per se pas gemaakt en uitgebracht in 2018. Ik persoonlijk heb het pas aangeschaft of gehad in 2018. Dus misschien dat het al langer bestaat. Oh ja, nog een disclaimer. Wat ik vandaag ga vertellen is allemaal mijn eigen mening. Als iets niet werkt voor mij, maar voor jou wel. Top! Ik ben super blij voor jou, want elke huid is anders. Dus misschien dat het voor mij wel werkt en voor jou niet. Of andersom, dat kan. Dus word niet te boos op mij als ik iets slecht vind wat jij goed vindt. En dan gaan we gewoon nou echt beginnen. Ik ga eerst beginnen met primers. Het eerste wat ik wil laten zien aan primer die ik heel goed vind is deze van By Kelsha. Deze is 25 euro. Deze is echt geweldig. Dit is het grote flesje en dit is het kleine flesje. Dus voor de kleine betaal je obvious iets minder. En ik heb ook de witte versie. Deze witte gebruik ik als een soort avondserum. En deze als primer onder mijn make-up. Super fijne primer. Ik heb er hier heel veel liggen. Maar ik pak toch elke keer weer deze. Omdat die gewoon mijn huid... Hij maakt mijn huid een beetje plakkerig. Waardoor mijn make-up beter blijft zitten. En meer egaal. Dus ik vind deze echt super super fijn. En deze is gewoon te koop bij bykelsha.com of .nl. I don't know. Een primer die ik wat minder vond is de Maybelline Superstay Primer. Als jij op zoek bent naar een primer die absoluut niks doet, is dit de primer voor jou. Hij is super waterig. Het is gewoon alsof je gewoon olie of water gewoon op je gezicht doet. Hij doet verder niks voor je make-up, niks voor je huid. Je hebt hier absoluut niks aan. Oké, dan ga ik verder met foundation. 2 foundations die ik super goed vind, die ook eigenlijk basically een dupe van elkaar zijn, is de Estée Lauder Double Wear. Ik heb deze in de kleur 3 en 2. En de Maybelline Superstay Foundation in de kleur 040 Fawn is deze. Deze is super duur. Deze is 45 euro. Deze is iets van 15 euro volgens mij. Tenminste rond die prijs. Deze twee zijn volledig dekkend. Allebei, de kleuren zijn echt prachtig. Ze zijn allebei mat. Ze maken mijn huid gewoon mooi egaal. Ik heb deze vandaag ook op. Deze van Estée Lauder blijft wel iets langer beter zitten. Dat is eigenlijk volgens mij het enige verschil die ik heb. Ja, en de prijs is ook het grootste verschil. Maar als je op zoek bent naar een goede dekkende foundation, deze twee zijn allebei echt geweldig. Ben jij op zoek naar een foundation met niet zoveel dekking en niet zoveel plamuur, dan is de Benefit Hello Happy Foundation de foundation voor jou. Ik heb deze in de kleur 4. Deze is ook rond de 30 euro. Super fijne foundation. Vooral voor de alledaagse meid die niet te veel make-up en plamuur op de gezicht wil. Deze maakt je gezicht heel mooi egaal. Zonder heel veel te bedekken. En ja, heel veel cakiness op het gezicht. Deze raad ik zeker aan. Foundation die ik niet aanraad, maar die wel overhyped is. Veel mensen vinden hem goed. Ik niet. En dat is de Wet n Wild Photo Focus Foundation. Ik heb hem in de kleur golden beige. Mijn huid is by the way droog normaal. Het was eerst meer droog, maar nu is het meer richting normaal, droog normaal. Deze is gewoon, ik kreeg gewoon velletjes op mijn gezicht. Niet te doen, hij is, nee. Voor een droge huid raad ik deze niet aan, helaas. Want hij is wel super goedkoop, dus ik had maar gewild dat hij werkte voor mij. Een foundation die ook absoluut niet werkte, had ik ook in een video laten zien.
deze foundation stick van Maybelline. De Maybelline Super Stay Stick. Nee. Is er al af binnen 2 uur. Is niet mooi egaal. Brengt moeilijk aan, want hij is best wel droog. Nee, deze is voor mij ook een no-no. Dan concealer. Ik heb 2 goede en 2 slechte. Ik zal eerst beginnen met de goede. Maybelline. Revolution Conceal and Define Concealer. Ik heb hem in de kleur C5. Dit is de XL versie. Je hebt hem ook in het klein, maar die in het klein is echt op binnen week. Deze is super fijn. Op mijn gezicht is hij heel mooi. Heb ik hem vandaag op? Nee, ik heb vandaag de Fit Me op van Maybelline. Maar deze is echt mijn go-to concealer. Gewoon als ik even snel mij opmaak of wat even gewoon alledaags. Ik denk er niet te veel over na. Pak ik bijna altijd deze concealer. Eentje die wat duurder is, maar echt geweldig. De Urban Decay All Night Concealer. Ondanks dat mijn huid aan de droge kant is en deze concealer best wel droog is, vind ik hem super fijn. Hij is heel mat en hij dekt heel goed. Dus wat ik vaak doe, is omdat hij toch wel aan de droge kant is, is deze als basis en dan een liquid die wat meer waterig is er overheen aandoen, opdoen. Echt mensen, it will change your world, echt. Concealers die ik wat minder vind is de NYX HD Concealer. Bedekt letterlijk niks. Niks. Het is ook niks. Het merk heet ook niks. En hij doet niks. En de Kiko Skin Tone Concealer. Deze is ook echt super irritant om aan te brengen. Dit is de applicator, maar die rolt mee. Dus als je het aanbrengt, rolt die steeds mee, waardoor je hem niet goed kunt aanbrengen. En net als deze, bedekt deze ook echt niks. Ik vind ze allebei super slecht. Nou, als je me al een tijd volgt, weet je dat als ik me opmaak, ik altijd bake met losse poeder. Ik heb 1 slechte en 1 goede voor jullie. Die helaas niet werkte voor mij, is de Catrice Nude Illusion losse poeder. Super jammer, want losse poeders die betaalbaar zijn, zijn moeilijk te vinden. Dus ik hoopte dat deze zou werken. Hij is echt heel wit. Zoals je kunt zien, het is gewoon net talkpoeder of zo. Maar hij geeft gewoon echt flashback en hij maakt mijn gezicht wit. Dus nee, helaas. Een poeder die ik wel super goed vind, kost wel iets meer, maar is de Nabla poeder. Deze heb ik vandaag ook weer gebruikt. Die staat gewoon hier op mijn bureau klaar om elke dag te gebruiken. Deze is 20 euro te koop bij Bootyshop of Beauty88.nl. Bij Beauty88 kun je ook mijn kortingscode gebruiken. Altijd fijn. En ja, deze gaat ook echt heel lang mee. Ik heb hem echt al een tijd en hij is nog niet op. Dus ik vind deze super goed. Nou, dan komt oogschaduw. Ik heb hier 2 paletjes die ik super goed vind en 2 die ik wat minder vind. Ik ga eerst beginnen met die ik goed vind en die ik in 2018 heb ontdekt. Die ik zeker wil laten zien, die jullie ook vaker in mijn video's hebben gezien, is de Anastasia Beverly Hills Soft Glam. 55 euro aan de dure kant, maar zoals je kunt zien, super vaak gebruikt. Ik heb heel veel oogschaduwpaletten. Echt, dat is echt wat ik het meeste heb qua make-up. Dat zijn oogschaduwpaletten. Daardoor kom ik er niet echt aan toe om 1 paletje vaker te gebruiken, maar deze absoluut wel. Ik heb hier al zeker 10 looks mee gemaakt of zo. Ik vind deze echt geweldig. De pigmentatie is goed. De blending is goed. Alles aan dit paletje is goed. Dus mocht je iets hebben van ik ben op zoek naar een duur paletje, want ik wil toch wel gewoon 1 goed paletje halen, raad ik deze zeker aan. Die iets minder kost, maar die ik absoluut echt aan de top vind staan, is het Revolution in samenwerking met Sof paletje, het Extra Spice paletje, dus haar 2e collectie. Mensen, deze is 10 euro. Hij is echt absurd goed. Dit is mijn beste betaalbare oogschaduwpaletje. Echt, er zitten ook veel kleuren in. Je kunt er super veel mee. De pigmentatie is goed. Hij blendt goed. Deze 2 zijn echt mijn top 2 gewoon. Deze zijn echt super, super goed. Daar raad ik iedereen aan. Paletje die ik slecht vond, heb ik ook al een keer in een video laten zien. Maar ik ga hem nou toch nog een keer laten zien. Is de Smashbox paletje. Dit is de Covershot Prism Eye Palette. Deze is 30 euro. Super, super slecht. Ik heb er 1 look meegemaakt. Fiasco. De pigmentatie is niet mooi. De kleuren zitten een beetje zo raar scheef in het paletje. En voor 30 euro verwacht ik dat op zijn minst alles er recht in zit. Ze blenden niet mooi. Het is gewoon 1,5 fiasco. Ik raad deze niemand aan. Hij is gewoon ronduit belachelijk slecht. Ik word gewoon bijna boos dat ze dit aansmeren aan mensen voor 30 euro. Niet te doen. Een paletje die ik ook in een video heb gebruikt. Ik vind hem niet zo slecht als die van Smashbox. Het is voor mij gewoon een maar ook voor de prijs. En dat is de Maybelline Lemonade Craze paletje. Zoals ik al zei, niet super slecht. Maar dit paletje is 18 euro. Vind ik niet waard. Het is geen 18 euro waard. Ik vind dit paletje misschien 8 euro waard, dan had ik hem goed gevonden. Ik vind deze gewoon niet het geld waard. Maar ik vind hem wel, ja, ik vind hem oké, maar gewoon niet voor dat bedrag. Dan mascara. Ik heb 1 goede ontdekt en 1 slechte. Ik begin eerst met de slechte. En dat is de Maybelline Total Temptation Mascara. Deze is best wel betaalbaar. Volgens mij rond de 10 euro is
15 euro, 10 euro, rond die categorie. Hij zag er zo mooi uit, want zo'n soort borsteltje vind ik altijd super fijn. Dus ik dacht, yes, ik heb een goede mascara gevonden die een beetje betaalbaar is. Te waterig. Hij is gewoon te vloeibaar. Doet niks voor mijn wimpers. Een mascara die ik goed vind. Maar ik heb hem echt net opgemaakt. En ik moet nog een nieuwe halen. Wat ik zeker ga doen. Is de Benefit Bad Girl Bang Mascara. Ik weet het mensen. Hij is duur. Hij is 30 euro. Maar hij is echt waard. Dit is echt mijn favoriete mascara. Die ik dit jaar heb ontdekt. Hij is ook gewoon al op. Ik maak nooit make-up op. Tenminste bijna nooit. Maar deze is het echt zeker waard. Ik heb echt de meest slechte wimpers ever. Hij maakt ze lang, vol, zwart. Echt, I really love it. Bijna op een budget. Dan vind ik de Essence The Lash Princess mascara ook echt super, super goed. Dus die twee mascara's zijn echt mijn favoriet. Dan contour, poeder en contour sticks. Ik heb er twee, maar ik heb geen slechte. Ik heb alleen maar twee goede die ik heb ontdekt. Qua poeder is het de Ethos Contour Poeder in de kleur Light Medium. En dan echt deze kleur, want je had ook nog... volgens mij medium dark. Maar wat ik dus mooi vind hieraan is de grijze ondertoon. En dat had die andere kleur niet. Dus ik heb het echt specifiek over deze kleur. Dit is echt de perfecte contourkleur. Hij is gewoon de perfecte grijs-bruine kleur. Ik heb hem ook weer vandaag gebruikt. Hier bij mijn wang en mijn kaak gebruikt. Oh, en mijn neus ook, by the way. Deze is echt topje om mee te contouren. Contouren en super betaalbaar. Qua contourstick, ik heb deze volgens mij al vanaf 2017. Maar ik wil hem toch laten zien, want echt niemand heeft het erover. En hij is super goed. De Kiko contourstick. Je hebt hem in twee kleuren. Ik heb 201. Ook weer vandaag gebruikt. Ook weer de perfecte kleur. Ze lijken qua kleur heel veel op elkaar. Ik heb vandaag eerst deze gebruikt en daarna deze. Deze contourstick is misschien 8 of 6 euro rond die prijs. Echt een hele goede contourstick. En hij blendt echt geweldig. Je gaat er gewoon even zo met je spons overheen. En hij is al gewoon helemaal mooi ingeblend met je huid. En niet weggeblend, je kunt hem nog zien. Maar deze is echt geweldig. Dus deze twee zijn geweldig. Ik heb geen slechte contourpoeder, want ja, ik vond gewoon alles dit jaar goed. Dan bronzer. Jullie weten hoeveel ik hou van bronzer. Ook weer vandaag. Ik zit weer helemaal onder de bronzer. Ik wil altijd bruiner zijn. Altijd. Dus ja, ik bronze altijd lekker veel. Ik heb een goede en een slechte. De slechte is de Honolulu Loose Bronzing Powder. Ik heb deze gebruikt niet in een video, gewoon toen ik me normaal aan het opmaken was. Dus het is niet gefilmd, maar als dit was gefilmd, dan had ik het nou echt willen laten zien. Ik bracht het aan en de eerste keer dat mijn kwast mijn huid aanraakte, bam, een bruine vlek ging gewoon niet weg. Oh, het was echt zo KUT. Deze is zo vreselijk. Je hebt deze bronzer ook in een vaste, in een Presto poeder variant. Ook die vond ik al slecht. En toen kwam de losse. Ik dacht, misschien is deze beter. Maar no, no, no. Deze is misschien nog wel slechter. Nee, helaas. De W700 Lulu bronzers zijn niet mijn ding. Een bronzer die ik echt geweldig vind. En die is mij destijds aangeraden door een van jullie. Super bedankt daarvoor. Want sinds ik deze bronzer heb, leg ik hem niet meer terug. Ik heb hem ook weer vandaag gebruikt. Deze gebruik ik altijd. Ondanks dat ik echt heel veel bronzers heb liggen hier. En dat is de MAC Give Me Sun. 30 euro. Ook weer echt. Of 35 euro. Gewoon in ieder geval super duur. Dit is de mooiste bronzer die ik heb. Dit is een warme bronzer. Dus als je daar niet van houdt, is dit niks voor jou. Het is een beetje een warme rood-bruine bronzer. Ik hou daarvan, want dan is het alsof je gewoon bruin bent door de zon. Ik heb ook weer superveel opgedaan vandaag. Dit is de meest fijne bronzer die ik heb. Ik gebruik deze misschien wel bijna elke dag gewoon. Af en toe pak ik ook een andere, omdat ik toch video's maak en toch wil afwisselen. Maar als ik geen video's zou maken, echt deze bronzer, elke dag. Dan blush. Ik heb weer een slechte en een goede voor jullie. De goede die hebben jullie zeker heel vaak gezien in mijn video's. Ik heb die nou ook op. En dat zijn deze baked blushes van Milani. Echt like gewoon elke kleur. Ik heb hier Luminoso. Die heb ik ook nu op. En ik heb hier Berry Amour. En deze is meer geschikt voor de iets donkerdere huid. Maar ook gewoon voor mij. Deze blushes zijn zo mooi. Ze zijn echt precies genoeg gepigmenteerd. Ze blenden mooi. Ze blenden mooi in je huid. Het is gewoon alsof je... ja, gewoon een mooi kleurtje hebt op je wangen. En niet zo van bam blush. Echt net zo'n clown. Deze zijn 10 euro. Echt. Dit zijn echt de beste blush formules ever. Dan een blush die ik minder vind. Dit is ook een dure blush. Dus het is extra fijn om te weten dat hij niks doet. En dat is de Sigma blush. Dit is in de kleur Nymphea. Tenminste, ik denk dat je het zo uitspreekt. Dit is de kleur. Als je hem zo ziet, je zou echt denken van, oh mijn god, super fel, super felle kleur. Super mooie felle kleur. Maar als je hem opdoet, er komt gewoon letterlijk niks van af.
Kijk, hij zit hier op mijn vinger. Als je hem ook blendt, blend je hem gewoon letterlijk weg. En dit is een dure blush. Deze is like 20, 30 euro. Tenminste in het hogere segment. Want Sigma is altijd in het dure segment. Nee, deze gaat echt niks doen voor jou. Echt waardeloos. Oké, dan highlighter. Ik heb dit jaar super veel goede highlighters gevonden. Zeker absoluut meer goede dan slechte. Ik ga daarom nou ook 1 slechte laten zien en 4 goede. Want dat is gewoon eenmaal hoe het dit jaar is gegaan. Ik zal gewoon gelijk beginnen met de slechte. En dat is de Revolution Pro 4K Gold Highlighter palet. Nou, deze zag er zo mooi uit. Je kunt al zien aan de poeder op het hele paletje hoe dit gaat zijn op je gezicht. Vreselijk. Als je het aanbrengt, echt letterlijk gewoon boom. Gewoon overal glitter. Echt, deze zijn echt niet mooi. Als je hem zo doet op je hand, denk je echt, oh mijn god, super mooi. Want de pigmentatie is echt insane. Maar ja, oh mijn god, alles valt nou op het rij. Maar als je dit aanbrengt op je gezicht, echt letterlijk jouw hele gezicht wordt één grote chunky glitter. De glitters zijn ook best wel grof, dus je kunt echt goed van die puntjes zien op je gezicht. Ja, dat wil je gewoon niet. Dus dit paletje was gelijk een nee van mij. Nou, en dan een 4 goede highlighters. Een beetje veel, maar ik heb gewoon echt de behoefte om ze allemaal te laten zien. Ik zal eerst beginnen met de Nabla Wave Highlighter. Deze heb ik ook vandaag op. Dit is een beetje een champagne roze kleur. Super heftig. Als je deze aanbrengt, echt de glow is real gewoon. Maar hij is echt super mooi. Ik heb hier een meer betaalbare. De Wet n Wild Mega Glow Highlighter in de kleur Precious Petals. Geweldig. En dan heb ik nog 2 paletjes. De Revolution X Soap Highlighter paletje. Ook echt een van mijn faves. Ik gebruik ook vaak de wat donkerdere kleurtjes als oogschaduw. Voor de Natural Day vind ik het mooi om er gewoon eentje te pakken. En een beetje zo op mijn ooglid te doen. En ik gebruik meestal deze of deze kleur als highlighter. Super mooi paletje. En een iets duurder paletje. De Glow Kit van Anastasia. Deze bestaat al heel lang, maar ik wil hem toch nog even laten zien. Ik gebruik een het meest. Dit paletje is ook mijn meest gebruikte paletje. Dus ja, ik wilde die gewoon echt laten zien aan jullie. Oké, dan voor de lippen. Ik heb niks slechts voor de lippen qua merk of zo. Ik heb wel een type lipstick die ik gewoon echt vreselijk vind. Maar dat weten heel veel van jullie al. En dat zijn metallic lipsticks. Eentje hiervan is de LA Girl Metal Liquid Lipstick. Ik vind deze formule, los van dat het metallic is, super slecht. Hij is echt heel raar droog. Hij geeft helemaal af. Deze LA Girl lipsticks, echt nee. En daarbovenop is hij ook nog eens metallic. Ik haat metallic. Ik vind het zo droog op mijn lippen eruit zien. Je kunt elk velletje zien, elk streepje. Je kunt de hele structuur van je lippen zien. Nou, ik heb altijd hele droge lippen. Dus ik wil niet dat je dat nog extra goed ziet. Ik hou sowieso meer van gloss, zoals ik nou ook op heb. Dus nee, deze is voor mij een nee. En over het algemeen zijn metallic lipsticks een nee voor mij. Oké, qua lipglossjes, liquid lipsticks en normale lipsticks heb ik hier een aantal die ik super goed vind. Een liquid lipstick formule die ik super fijn vind is de Maybelline Superstay Liquid Lipstick. Ik heb deze in de kleur 75 Fighter. Geweldige kleur, vooral toen in de herfst, want het is nou volgens mij al winter. Deze blijft ook zo lang zitten en geloof me, mijn lippen zijn super super droog. Liquid matte lipsticks zijn niet mijn ding, omdat ze gewoon altijd heel mijn lippen uitdrogen en allemaal zo eraf gaan. Deze blijft goed zitten en droogt je lippen niet goed uit. Deze is 10 euro volgens mij. Maar ik raad deze zeker aan. Wat ik ook aanraad is een demi mat. Dus niet helemaal mat. Dat vind ik persoonlijk altijd heel fijn. Want ja, mat droogt toch lippen uit. En dat is de Huda Beauty Demi Mat. Deze, oh echt mensen, geweldig. Deze heet, dit is de kleur CEO. Dit is een van de mooiste nude lipsticks die ik heb. Het is een beetje een paarse nude. Hij wordt dus niet helemaal mat. Hij voelt een beetje zo silky aan. Deze is te koop bij smuckcosmetics.com of .nl. Dus mocht je die willen, kun je die daar halen. Ik heb ook een code voor die website. Dat is gewoon Sarah. Dus ja, dan heb je toch weer een beetje korting. Maar deze vind ik echt geweldig. Lipglossjes die ik geweldig vind. Ik heb er hier 2. De W7 Hot Shot lipgloss. Maakt je lippen oprecht dikker. Het voelt echt gewoon alsof jouw lippen er helemaal afbranden. Zo extreem is het gevoel. Maar ik vind deze echt super fijn. Ik doe deze vaak op terwijl ik mij aan het opmaken ben. Als je mijn video's vaker hebt gezien, zie je dat als ik begin met opmaken, mijn lippen al glanzen. Dan heb ik dus deze al op. En de Revolution Lip Topper. Deze is super mooi. Deze is in de kleur Luxurious.
Dit is een beetje een gouden glitter lipgloss. Ik hou van glossjes en van glitterglossjes. Hoe meer glitter, hoe extremer, hoe beter. En deze is echt geweldig. Kijk hoe mooi zo goud. En als laatste lipstick. En dat is de Morphe Mega Matte Super Matte Lipsticks. Deze is in de kleur Dominee. Dit is mijn mooiste rode lipstick die ik heb. Hij is wel super mat. Hij brengt ook echt heel stroef aan. Zo mat is hij. Maar ondanks dat droogt hij mijn lippen gewoon niet uit. En dat vind ik gewoon persoonlijk geweldig. Als je op zoek bent naar een echte rode kleur, is deze geweldig voor jou. Ze hebben er hier volgens mij 5 of 6 van. Ze zijn allemaal rood. Maar allemaal een beetje anders rood. En dit is de meest rode van alle rode kleuren. De andere zijn meer oranje rood. Of meer roze rood. Maar dit is de echte fully 100% rode kleur. Hij is zo mooi. Kijk hoe fel rood hij is. Dus als je echt op zoek bent naar een rood, is deze geweldig voor jou. Hij is 6 of 8 euro. Je kunt die gewoon bestellen bij de normale Morphe website. Oké, en dan als laatste setting spray is eentje die ik gewoon wat minder vond. Was de Ethos Fixing Spray. En dan niet per se om de formule of echt om wat erin zit. Maar gewoon letterlijk om dit ding. Echt, als je deze sprayt, hij sprayt gewoon niet fijn. Kijk, je moet super hard drukken en het is echt zo van in je gezicht. Dit ding draait ook, dus als je je ogen dicht doet en je sprayt, spreekt hij gewoon een beetje overal heen. De flacon is gewoon echt no. Ik heb verder geen goede setting spray gevonden of zo die ik gewoon nog steeds gebruik. Is Max Fix Plus. Urban Decay spray, Revolution spray. Het is niet echt dat ik nou echt een goede heb die ik kan laten zien. Dus ja, dit was het dan eigenlijk. Nou mensen, dit was dan even heel kort en bondig alle make-up van afgelopen jaar die ik goed vond en slecht vind. Laat me weten wat jullie van de video vinden en van deze make-up look en van deze kleur lenzen. Want ik vind het super leuk om echt af te wisselen qua look, dus ook qua oogkleur. Want dat doe ik eigenlijk bijna nooit, maar dat wil ik nou zeker vaker gaan doen. En dan plaats ik hier alvast 2 video's die je ook kunt gaan kijken en mijn gezicht om makkelijk te kunnen abonneren mocht je dat nog niet hebben gedaan. En vergeet ook niet de video een dikke like te geven voor al mijn moeite en effort. Nou, dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!